Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Zoals je ziet sta ik voor het gerechtshof Amsterdam. Ik ga vandaag een griffier interviewen. Zoals de meesten wel weten is een griffier aanwezig bij de zittingen en maakt aantekeningen. Maar een griffier doet veel meer dan dat en we gaan er vandaag achterkomen wat allemaal. Ik ben binnen in het gerechtshof en ik zit hier met Nikki Groen, de griffier die ik ga interviewen. En we gaan beginnen. Ik ben Nikki Groen, ik ben 27 jaar en ik werk nu sinds januari als griffier bij het gerechtshof Amsterdam. Ik ben hiervoor 3 jaar advocaat geweest en ik heb in Leiden gestudeerd en de master jeugdrecht gevolgd. Je werkt bij Team Familie en Jeugdrecht. Kun je even vertellen wat je taken zijn als griffier? Ja, als griffier bereid je de zittingen voor de rechters. Dus dat betekent dat wanneer je zo'n dossier ontvangt met alle stukken, dat je dus eerst een preconcept schrijft, een voorbereidingsformulier en vervolgens ga je met de rechters op de zitting. En dan ben je eigenlijk griffier. Je typt of je schrijft wat er wordt gezegd. Dit is wat de griffier doet voorafgaand aan de zitting. Voor de zitting krijgt de griffier alle dossiers. En de griffier begint met alle stukken doornemen. Nadat de griffier alles heeft doorgenomen, komt er een voorbereidingsformulier. Dat is een formulier waarop we kort invullen om wie het gaat, waar diegene woont, met welke advocaat daarbij hoort en tegen wie de procedure loopt. Omdat ik familierecht doe, komt ook vaak de Raad voor de Kinderbescherming langs en die noemen we als adviserende partij. Waarom heb je gekozen voor familierecht? Ik heb gekozen voor het familierecht omdat het een rechtsgebied is dat heel levendig is, maar ook dicht bij mensen staat. Je hebt altijd te maken met persoonlijke problemen. Ja. En daar kun je ook echt een verschil in maken, heb ik het idee. Als advocaat, maar ook als griffier of als rechter. Verder schrijf je op om welke zaak het gaat, wanneer de beschikking is uitgesproken in de eerste aanleg. En dat is dus de rechtelijke uitspraak. En wie het waarom ergens niet mee eens is. Zoals ook wel eens voorkomt, is er een minderjarige. En heb je met de minderjarige gesproken. Daar maak je een melding van in het concept. We doen ook kindergesprekken. En dat houdt in dat je soms voorafgaand aan een zitting, als een kind ouder is dan 12 jaar, in gesprek gaat met dat kind. In een speciale, daarvoor ingerichte ruimte. Oh, die je misschien straks kan laten zien. Ja. We zijn nu in de kindgesprekkamer en ik vraag me af wanneer je hier eigenlijk bent. Je bent in de kindgesprekkamer zoals je ziet. Dit is een kamer die iets vriendelijker is ingericht dan een zittingszaal. En hier kom je als griffier wanneer je een kindgesprek gaat bijwonen. Ook de kindgesprekken worden genotuleerd. Die voeren we niet in toga, want dat kan kinderen wat afschrikken. En die voer je alleen met de voorzitter. Dus op het moment dat je een kind van 12 plus gaat horen in een familiezaak, dan loop je samen met de voorzitter naar de voorkant. Dan haal je het kind op en dan kom je hier terecht. En dan ga je in gesprek. En het idee is dat dat gesprek over alles mag gaan en over alles wat het kind bezighoudt kan gaan. Maar vooral ook voor de voorzitter. Wat vindt het kind van het juridische vraagstuk dat voor ligt? Verder heb je feiten. Aan de hand van je dossier staan er altijd een aantal feiten vast. Namelijk of er sprake is van een huwelijk, of er een kind uit het huwelijk is, wanneer het kind geboren is, of er gezag is, etc. Nou, dat neem je ook alvast op voorafgaand aan de zitting. Aan het einde van dit preconcept, of hemdje zoals wij het noemen, zet je een juridisch kader. Want in de raadkamer wil je weten waar je op moet beslissen. Dus heel kort zet je dan welk wetsartikel het omgaat en op welke gronden je zou kunnen toetsen. Dan zet je daaronder weer wat voor grieven, dus waarom een partij het niet eens is met een uitspraak. Dat noemen we de grieven. Die zet je kort in je hemdje, zodat de rechters ook een kort overzicht hebben. De rechters bestuderen zelf ook gewoon alle dossiers, maar jouw hemdje of jouw preconcept is heel handig, vooral bij de raadkamer, waar we zo meteen naartoe gaan.
Hoe ben je op het idee gekomen om griffier te worden? Dat ik erg graag wil weten wat een rechter doet. En dit een goede manier is om te kijken of ik op enig moment ook rechter zou willen worden. Waar de griffier zit tijdens de zitting. En hier zit de jongste raadsheer. Hier zit de voorzitter, dus de alleroudste raadsheer. En hier zit de, zoals we dat dan noemen, de oudste raadsheer. In de rest van de zaal zit, als er een raad voor de kinderbescherming is, de raad voor de kinderbescherming hier. En partijen zitten aan de tafeltjes daarachter. Wat doet de griffier tijdens de zitting? Tijdens de zitting ben je als griffier aantekeningen aan het maken van wat er wordt gezegd. Dus niet alleen maar wat de partijen die daar zitten zeggen, maar ook wat de voorzitter vraagt of wat de voorzitter checkt, zoals bijvoorbeeld de stukken in het dossier. Dus dat kan door mee te schrijven en met een bloknoot alles te noteren wat er wordt gezegd, maar dat kan ook door te typen. En ik geef er vaak de voorkeur aan om te typen, omdat ik dan net wat sneller kan meetypen wat er wordt gezegd. Waarom is een griffier eigenlijk stil op de zitting en vind je dat soms moeilijk? Een griffier is stil op de zitting omdat de rechters de zaak voorzitten en ook eigenlijk degene zijn die moeten beslissen. Als griffier ben je degene die ter zitting meetypt en hoor jij eigenlijk geen partij te zijn. Er verschillen wel taken voor een griffier, want bij sommige rechtbanken vraagt de rechter ook aan een griffier, daar zit maar één rechter. Of hij of zij nog wat te vragen heeft. Okay, maar dus over het algemeen ben je dus inderdaad stil. Okay. En dat is inderdaad best moeilijk, want soms denk je, oh, de voorzitter vergeet iets. Of we moeten dit nog controleren. Of we moeten nog iets zeggen over het kinderverhoor. Ja. Dat vertel je altijd een beetje over. Dan is het vaak zo dat ik inderdaad op mijn notblok schrijf wat ik wil vragen of wat ik wil weten. En dan schuif ik het via de jongste raadsheer door naar de voorzitter. Of ik stoot de jongste raadsheer even aan van, goh, ik heb ook nog iets, want we vergeten iets of we willen nog iets extra weten. Okay, prima, dus dat mag wel gewoon. Ja, dat mag wel gewoon, ja. Want uiteindelijk is dat dan in het belang van de zaak en dat is eigenlijk waarvoor ik hier zit. Precies. Ja. We zitten nu in de raadkamer. En mijn vraag is, wanneer gaan de rechters en de griffieren naar de raadkamer en wat doen ze hier? De rechters en de griffier gaan direct nadat de zitting gesloten is naar de raadkamer. En dat is dus dit kleine hokje. Het is hier vaak heel erg koud. Oh. Dat is een leuk weetje. Ja. Maar wat de rechters hier doen is, zij gaan beslissen. En dat begint ermee, en daar is een belangrijke rol voor de griffier weggelegd, dat de griffier als allereerste mag zeggen wat hij vindt van de zaak. En waarom doet de griffier dat als allereerste? Dat is omdat die dan niet beïnvloed wordt door de rechters. Mm. Gaat het over een omgangszaak bijvoorbeeld, dan mag jij als griffier als eerste zeggen of jij vindt dat de omgang moet worden verruimd of moet worden verkort. Of waarom je vindt dat het wel of niet bij vader moet zijn of bij moeder moet zijn. Nadat jij als allerjongste dus wat hebt gezegd, mag de jongste raadsheer. En jongste betekent in dit geval niet in leeftijd, maar in de tijd dat hij werkzaam is bij het hof. Oh. Raadsheren zijn trouwens niet alleen maar mannen, dat zijn ook vrouwen. En binnen familierecht is dat voornamelijk vrouwelijk. Nadat de jongste raadsheer iets heeft gezegd, mag de middelste raadsheer en daarna de voorzitter. En zo kom je dan tot een uitspraak. Dus ik vind iets waar mijn mening telt als griffier niet helemaal mee, maar kan wel de mening van de raadsheren beïnvloeden. Ja. En als de raadsheren eruit zijn, met z'n drieën, dan schrijf ik mee wat zij vinden. En daarna ga ik de uitspraak schrijven in concept. Wat gebeurt er als de raadsheren het niet eens kunnen worden? Nou, eigenlijk gebeurt dat niet. Of in elk geval, dat zie je niet terug op papier.
We blijven net zo lang hier in deze raadkamer zitten, totdat alle raadsheren het eens zijn. Dus soms gaat dat er best wel lang en heftig aan toe, want niet altijd heb je dezelfde mening over een zaak. Maar goed, dan halen we vaak een rondje met koffie en dan gaan we nog eens goed naar de stukken kijken. En dan uiteindelijk ligt er een uitspraak waar alle raadsheren achter staan. En die de griffier dus in eerste concept mag gaan opschrijven. Wat is een belangrijke eigenschap of een vaardigheid voor een griffier? Voor een griffier is het heel belangrijk dat je de hoofdzaken van de bijzaken kunt onderscheiden bij het schrijven van een concept uitspraak. En dat je heel punctueel bent. Nou jongens, dit was de vlog van de griffier. Heel erg bedankt voor het kijken. Wil je meer weten over de rol van de griffier, de rechters, raadsheren of over dit hof? Kom dan op 30 september naar de open dag van 10 tot 4 in Amsterdam. We zien je daar!